Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, oh yes I know. Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, oh yes I know. Waarom hadden ze dat niet gezegd? Die mensen komen uit het hele land. Dat vind ik heel spijtig, maar een bemiddelingsgesprek is een gesprek wat u voert met de enige. Ik heb mijn vertrouwenspersonen en mijn klankwoorden mee. Als u dat van tevoren... Heb ik gemeld? Is in de stukje gemeld? Dat is niet zo. Het zijn er niet zoveel. We hebben de mensen geen gezelschap. Maar die mensen hebben een naam, hè? Ik ben Peter. Nou, hallo. Heel goedemorgen. Paul. Ik ben Bart. Goedemorgen. En ik vind het heel spijtig als jullie hier voor niks zijn, maar spijtig, want dan zijn we dan nog geen bemiddelingsgesprek voeren met een mens erbij. Dat is mijn zoon Ivanja. In ieder geval heeft u dan goed gezelschap vandaag. Ja, ik hoop dat u erbij aansluit. Want nee, dat ga ik niet doen. Wij gaan niet op deze manier. Maar dat is de taak van de mediator. Een goed gezelschap, een goede sfeer, geen vijandschap om te beginnen, geen voorwaarden stellen om te beginnen. Ik heb pas op uw uitnodiging gelezen dat u erbij zou zijn. Is ook niet overlegd. Mevrouw, is niet overlegd. Ja hoor, dat heb ik met u overlegd, schriftelijk, dat er een bemiddelingsgesprek gaat plaatsvinden onder leiding van een gecertificeerde NMI-mediator. Dat is mevrouw Distelbrink. Ik las dat u kwam pas in dit verhaal. Dat was in de voorstelling en toen heb ik ook gezegd van ik neem ook mensen mee, klankwoorden, die de vrije aggregatie. Hoi, oh, ja. Dit is onze wondermaat, meneer Arwen, de patiëntenvertrouwenspersoon. We kennen elkaar langer en ik ken bijna al zijn collega's in het land. Maar, want, misschien is het een idee dat ik heel kort eventjes met meneer Teun op mijn kamer ga praten. Nee, maar u kunt hier praten. Zij mogen erbij. Ja, ik vind het niet te goed. We nemen alles op. Meneer Teun, ik vind het geen goed idee om over persoonlijke zaken in het... Maar weet u, meneer Arwen, u heeft het stuk gelezen. Wij zijn geen personen, wij zijn mensen. Dus vandaag zou dat bemiddelingsgesprek plaats hebben. Dat bemiddelingsgesprek gaat onder leiding van de klachtencommissie. En die nodigt de partijen uit, in dit geval meneer Teunissen en ook degene die beklaagd is. En dat is in dit geval meneer Hans van Beuzenkom, die namens de instelling en aangeven. Die meneer Dr. Oost. Ja, alleen die is niet meer. Nee, maar dat kan me niet schelen. Hij is degene die echt de fout heeft gegaan. Hans van Beuskom, die is een beetje lui, gemakzuchtig. Nee, goed, maar goed, ik zal even toelichten waarom meneer Oostrom, of van Oosten... Oosten, ja, zoiets. Zoiets, nee, ik zal... Die meneer werkt niet meer voor GGZ Delfland, dus de raad van bestuur kan hem niet verplichten hier te komen. Zodoende is hij hier ook niet aanwezig. Maar dat betekent niet dat de instelling hier niet namens degene die beklaagd is iets moet zeggen, dus... Dan is ook in dit geval meneer Van Beuzenkom degene die daar iets over moet kunnen zeggen. Dat gesprek gaat plaatsvinden, alleen wat ik nu begrijp is dat de klachtencommissie het een beetje problematisch vindt, zeg ik maar even. Dat er zoveel mensen meekomen. Ja, maar waarom? Het is op zich niet verboden, zeg ik maar even, om iemand mee te nemen ter ondersteuning. Maar ik denk dat het verstandig is dat we eventjes nagaan, goh, wat is een... Of dat meneer Teunissen gaat zeggen wat hij denkt dat zijn belang is. En dan kan ik hem daar wel over adviseren. Als je in gesprek wilt, is het misschien goed om daar enige ordelijke gang voor zaken voor te hebben, zeg maar. Niet dat jullie meteen onordelijk zullen zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat de klachtencommissie een beetje tegenaan hikt van, oh, wat moeten we daarmee aan? Dus misschien moeten jullie... Even bedenken, wat is wijsheid in dit geval? Volgens mij mag je niet zomaar overal filmen. Ja, dat mag wel. Als er mensen in functie zijn, hè? Nou ja, goed, hoe dan ook. Ik denk wel dat je daar zorgvuldig mee moet omgaan. Dat wel. Maar niet, maar moeten die mensen ook niet zorgvuldig naar mij omgaan? Iedereen moet zorgvuldig naar mij omgaan. Precies. Dus en waarom zitten we hier? Omdat er niet gebeurd is. Dat is helemaal niet, snap je, kunnen daar ook. Het ging om belangen. Dat geven we hier aan. We komen voor het belang van meneer Teunis. En meneer Teunis is één van ons. Ja. Dus het is ons belang. Ja. Maar goed. En dat is hetzelfde dat de GGZ het belang is van de Nederlandse bevolking voor de geestelijke gezondheid. Ja, is dat Henk Sneem? Ook ons belang. Gewoon, want jullie gaan met de vooropgestelde gedachte naar van tevoren vast aan doen. Ja, je bedoelt alles, iedereen, dat zag je nu ook gewoon niet bij de instelling. Nee, want wij hebben elkaar al anders getroffen. Nee, dus de psychiatrie.
En dat zag je nu ook weer. Kom eens even met mij mee, zegt die mevrouw. Wie denkt u dat u bent, mevrouw? Dat is waarom ze zo gek zijn op psychiatrie. Hè? Verbeter de wereld, begin bij de ander. In plaats van begin bij jezelf. Het gaat er ons om dat het algemeen goed verdedigd wordt. Er zijn hier zoveel patiënten. En het gaat wel eens een keer fout. Dat mag. Maar wees er wel eerlijk over. En openheid. Maar u zag zelf hoe ze hem benaderen. Ik kwam naderhand aanlopen en op dat moment was er enige irritatie over en weer. Dus hoe die irritatie ontstaan is, daar ben ik niet bij geweest. Nee, klopt. Geen mening over. Maar laten we het zo zeggen, mensen die deze functie uitoefenen, die horen ervoor te zorgen dat er niet op die manier spanning ontstaat. Goed, ik sta aan de kant van de cliënt en ik probeer de belangen te waardigen zoals de cliënt het zelf ziet. En een van de stappen in het hele idee wat meneer Teunissen dwars zit over wat er allemaal is gebeurd in het verleden. Maar kunt u zich dat voorstellen? Zich wat voorstellen? Dat het hem dwars zit? Nee, dat kan ik me voorstellen. Goed. Daar ben ik ook voor ingehuurd om daarin te kunnen inleven. En wij zijn ingehuurd door de liefde om ervoor te zorgen dat meneer Teunissen in het vervolg heel blijft. Dat hij zich hier niet meer aan hoeft te storen. Want hij is niet alleen. Ik snap dat u aan zijn kant staat, dat waardeert meneer Teunissen vast ontzettend. En dat waardeer ik ook, dat er mensen zijn die aan de kant van de cliënt staan. Hè, dat je niet alleen staat. Alleen ze hebben altijd gestaan. Alleen, dan zat ik in een isoleercel en dan zijn mijn vrienden uit Duitsland, zijn ze daarbij bij de oor van... Nee hoor, u mag niet op bezoek. Ze is niet eens dat ik in een isoleercel platgespoten op door een arts die meneer eens kwam kijken. Die heeft telefonisch gezegd, ja, spuit me plat, ik ben er morgenochtend. Maar snapt u ook dat wij dit niet meer doen voor meneer Teunissen, maar dat we dit doen voor de rest van de mensheid die in deze situatie terechtkomen, wat niet meer nodig is, want we gaan toch leren van onze fouten die gemaakt zijn. En wat wilt u daarmee bereiken dat u dat zo doet? Transparantie. De leugen met zoveel macht gefinancierd door die farmaceuten, die dodelijke dingen. Hoeveel vrienden heb ik niet voor de trein zien springen of op zien hangen? Ze komen allemaal aan mijn langs. Omdat ze het niet konden trekken en niet begrepen werden. En even arrogant behandeld werden als net aan de deur. Goed, en dat waren niet eens psychiaters. Ja. Goed. Ik ga het vragen. Ik weet niet of het heel erg kansrijk is, die vraag. Maar vragen staat vrij. Dat heb ik nu ook gezegd toen u vroeg van ik wil graag dat het opgenomen wordt op video. En dat is ook een vraag die meer. Nee, maar het is meer dan dat je zei over dat hebben ze. Dat hebben ze niet goed gevonden. Oh, dat hoor ik nu van jou. Maar dat hebben ze niet aan u verteld. Nee, want ze communiceren niet met patiënten. Ik heb het aan de klachtcommissie voorgelegd en die zou dat... Dat doen ze niet. Want kijk, de wet is zo dat je voor eigen gebruik alles mag vastleggen. Voor je juridische verdediging, daar hebben we het over, is elk geweldloos middel toegestaan om je informatie mee vast te leggen. Maar ik denk wel... Ze hebben geen poot om op te staan om dat te verbieden. Het staat in de Europese verklaring voor de rechten van de mens. Dus ze kunnen dat wel vinden. Kijk, je hebt het over privacywetten. Hè? Maar een ambtenaar in functie of iemand in functie valt daar niet onder. Niet in functie. Van Middelburg hebben we de rechtbank gevraagd om te mogen filmen. Mm-hmm. En we hebben gelijk. En daar is een nieuwe uitspraak geweest, een zwaarkenskamer is geweest en ik ben er geweest als getuige. Het zit in de dossier, ik heb het allemaal hierbij. De rechtbank kon niet anders dan toestaan dan dat er gefilmd werd. Maar goed, dit hier is niet de rechtbank. Nee. Dus ik weet niet of dat dan ook één op één zo opgaat. Maar het is zo belangrijk dat ook zij controleerbaar zijn. Het gaat niet om of het niet mag. Nee. Want je hebt het recht dat te doen. Maar doen dat. Of je het leuk vindt of niet. Het gaat om hem. En als hij vindt dat het door iedereen gehoord mag worden, zijn verhaal, dan is dat zijn recht. Meneer Teunissen mag alles doen wat binnen de wet valt. Ja. Net als ieder andere. Precies. Hoe het hier precies zit, weet ik niet. Ja, zij maken altijd hun eigen wet en in de psychiatrie is er geen controle op de wet en die isoleert ze ons echt helemaal niemand. Wat wij heel graag willen is dat er in het vervolg wat beter en wat soepeler communicatie met patiënten plaatsvindt om bepaalde dingen te voorkomen. Het is leed. Ja, wat je nou aangeeft van het gaat ons om het bredere belang van alle verschillende cliënten. Ja. Daar is denk ik dit niet de meest geschikte plek voor. Maar we hebben al heel veel bereikt. Want u heeft net al aangegeven dat u het gaat vragen.
Ik zal dat, dus deze. Bij mijn eigen stichting nog even navragen te doen van wat daar het beleid van mijn werkgever over is. En anders gaan we eens even met die stichting voor jou nee, goed doen. Want daar hebben we ook ik ga het gewoon vragen. Vind je het goed of ik meeloop? Zonder camera, zonder wat. Ik ben benieuwd wat daar gebeurt. Ja. Ik vind het goed, maar misschien kunnen ze zelf even meelopen. Nou, dan kunnen ze me even zien, dat is goed, maar ik ga er niet in gesprek met het verhaal. Nee, maar ik wil dus meneer Teunissen bepaalt wat hij denkt dat voor mij zinvol is om te doen. Ik ga zo even teruglopen. En u let op hoe ze met meneer Teunissen omgaan. Ja, ja. Ik weet hoe die geschaad is door hetgeen wat hij meegemaakt heeft. En ik hou van hem en ik wil niet dat hij nog meer schade opneemt. Dat kan alleen gebeuren als mensen vanuit liefde met elkaar omgaan. Liefde kan nooit kwaad. Dat is in ieder geval een ding wat zeker is. May the love we are sharing spread its wings. Fly across the earth and bring new joy to every soul that is alive. Overal in Nederland en ook hier geldt dat iemand het recht heeft om zich te verdedigen. Zeg, en als een rechtbank zelfs een rechter moet toestaan dat er gefilmd wordt, zeg, dan geldt dat ook voor een medische wereld. Het gaat erom dat mensen, dat er artsen zijn die in de die privacy dingen hebben. Ik zeg, als een rechter in functie is, dan mag die ook gefilmd worden. Ik zeg, en als die niet in functie is, mag die niet gefilmd worden. Ik zeg, en dat geldt voor iedereen in openbare functie. Nou, toen kwamen zij met bezwaren dat dan sommige mensen dat niet hoeven. Ik zeg, nou mevrouw, het gaat niet specifiek om het plaatje van die meneer of die mevrouw, of van die dokter of die arts. Het gaat erom dat het verhaal openbaar is. En dat het niet geheim is. En dat het transparant is. En dat het eerlijk is. Nou, dus die boodschap is overgekomen zonder in dat strijden te gaan van wel eens niet. En daar gaat het om. Freedom is coming, oh yes I will.